In mijn serie Schooltour kom ik de meest spraakmakende mensen tegen. Altijd Harris. Pas op, niet dat! Kom in me dan! Waarom praat hij tegen mij? Maar wie gaan er nou eigenlijk schuil achter deze uitspraken? En wie zijn deze mensen nou echt? In Achter de Schooltour leef ik 24 uur mee met de meest bijzondere schooltourtypes. Met in deze aflevering, Hiem. Hey, Black, ik ken jou niet eens. Waarom praat je tegen mij? Maar wie ben jij? Ik ken jou ook. Wie is dit? Waarom praat hij tegen mij? Wie ben jij? Ik ben Hiem. Oh ja, en wat Hiem nog niet weet is dat we een extreme sport gaan doen en ik stiekem ook schooltourheld, ik ben Tanto Dik, ik lijk wel zwanger, heb uitgenodigd. Wat vind je het lelijk aan jezelf? Mijn buik. Ik ben Tanto Dik. Ik lijk wel zwanger. Dus op naar Rotterdam. Het heeft me echt letterlijk maanden geduurd om haar te bereiken. Het is gelukt. We gaan met haar op pad. Alleen blijkt ze dus niet zo high class te zijn als we allemaal denken. Maar of dat echt klopt, gaan we uitzoeken. Hallo. Hoi. We zitten hier met? Hiem. Maar jij bent boos? Klopt. Omdat mensen een andere beeld van mij hebben wat niet klopt. En op wie ben je boos? Op jou. Niet een beetje op jezelf? Ook een klein beetje. Waarom praat je tegen mij? Wie ben jij? Ik ken jou toch ook niet? Doe je dat vaak? Als ik ze niet ken, wel ja. Want je wil geen nieuwe mensen leren kennen? Nee. Ben je nu wel soort van aan het doen, maar... Ja, maar dit is anders. Jij vroeg mij. Maar als ik op straat tegen jou zou gaan praten, dan vroeg ik jou toch ook? Maar, oké, is goed. Dus, wat staat er op de planning? We gaan eerst even ontbijten hier zo in Rotterdam-Zuid. Je moeder wil nu een beeldje van naar buiten toe. Zit hier met je zusje. En wat gaan we eten? Ja, wat niet. Soep, sla. Ik heb nog nooit zo volgezeten voor mijn gevoel. Eerst voor je naar de stad gaan, wil ik eigenlijk even met jou terugblikken op je video. Ja, wat vinden jullie het mooiste aan jezelf? Alles. Alles. Ik ben perfect. Wat gaat er door je heen als je dat ziet nu? Echt awkward. Alsof ik wat ben of zo. Is dit een goede weerspiegeling van wie jij bent? Nee. Je wordt een beetje onder druk gezet, camera en zo. We maken schoon, laat iedereen het horen. Ik heb nooit meegemaakt dat ik ergens aan het filmen ben, omdat iedereen denkt van nou, laten we gewoon midden door een shot en de tafel gaan schoonmaken. Hoe ziet je die camera niet? Weet je hoe groot die camera is? Ja. Die is zo groot. Nou ja, we gaan er vandoor. Weet je wat zo fucked up is? Wat is fucked up? Er wordt nu van achter gefilmd, van de zijkant, maar ik heb zo'n lelijke neus. Zou je één ding vertellen? De verrassing van morgen is niet een neuscorrectie. Oh jammer, ik zat er nog aan te denken. Deodorant. Doe gewoon. Wil je dat ik doe? Zo. Nee, dan moet je een aansteker? Nee. We moeten even fixen, wacht. We hebben een aansteker, wacht. Hebben jullie aansteker die ik wel even mag lenen? Ja, dank je wel. Ik geef hem zo terug, 2 seconden, ja? Hartje in de wind, weet je, net als Beyoncé, zo. Staat echt bij alsof je denkt dat je Beyoncé bent. Oh, maar dat ben ik ook. En dan doe je zo, hoe gaat dat dan weer? Zo'n hand in de lucht. Oké, gaan we naar Black? Hij zit echt in zijn eigen space gewoon. Ik wil wel iets te drinken eigenlijk. Dan koop je drinken. Ja? Die moet hier in de rij staan. Oh ja. Die is niet lekker. Nee? Is niet lekker hier. Dan gaan we hier niet naartoe. Wat gaan we zo doen? Jojo drinken. Jojo. Ja. Bubble tea is gewoon lekker. Klaar. Of je nou wilt of niet, is gewoon geen lekker. Geen discussie. Hoe gaat het op school? Ik doe nu MAVO. Ja. Daarna HAVO. Wat ga je naar HAVO doen? Want je moet 6 jaar nog. Daarna HBO. HBO. Universiteit. Universiteit. Ik wil in het laboratorium. Kijk, ik wil het horen. Ik wilde eerst advocaat worden, maar ja. Wat zijn je normen en waarden? Wat vind je echt belangrijk in het leven? Nou, gewoon school afmaken. Nooit afhankelijk zijn van de man of gewoon zulke dingen. Maar ik ben al blij dat ik al gezond ben. And that's on period. Zeg eens, doe eens even period. And that's on period. Gaan we graag eens ijs scoren? Wil je het proberen? Ja. Goeiedag, ze wil iets vragen. Ja. Wat wil je vragen? Vertel het maar. We zijn aan het filmen voor je YouTube-kanaal. Ze zegt dat het daardoor misschien wel lukt om een gratis ijsje te krijgen als we jullie goed in beeld brengen. Sponsor. Ja? Oh, yeah, I guess. Dan ben ik lekker ijs van Rotterdam. Lekker ijs van Rotterdam! Letterlijk geen idee wat hier gebeurt. Hoi. Hi. Hallo, what up? Je drankje ziet er echt vies uit. Dank je wel. I'm trying to blend in. You want to be friends with us. Je krijgt van mij een brief van 50 als je zo invangt. Waarom rijdt die ding weg? Nee! Kijk, wat je hebt gedaan! Er is een balletje gepopt in mijn gezicht!
Hier, ik heb een shirtje mee. Nee! Je moet een wit gaan doen, vriend. Je moet de hele dag hiermee dealen. Oh nee, hou op. Van die lange worm, kom hier naartoe. Kom dan. Kom dan, hè. Kom dan. Zitten we dan? Ja, onderweg naar Wolfert. Naar je school, waar alles is begonnen. Ik zeg het was hier. Ik zeg het was hier. Jij zegt het was hier. Hier, ja. En er stonden drie jongens en uiteindelijk was er één jongen en die wilde niet met je op date. Want die zei dat jij kindjes slaat. En toen zei je, mag ik iets zeggen? En toen zei jij... Hi Bert, zeg die waar. Zullen we nog één keer het interview overdoen? Hij gaat echt volgens mij verhaalpunt over mij komen. Ja, maar vind je het gek? Je staat erbij alsof je Beyoncé bent. Ja, maar dat ben ik ook. Rebecca, ik ken jou niet eens. Waarom praat je tegen mij? Ik heb een kleine verrassing voor je hier. Heb je enig idee? Nee. Nee? Zie maar aan. I really appreciate it. Nee, ik heb echt een verrassing. Ik ga heel even iemand bellen, oké? Ben je dunner geworden? Nou, dat dacht ik even niet, hè. Je bent dan te dik. Ik lijk wel zwanger. Hoe ben je in contact gekomen met haar? Nee, maar ik lieg... Oh, je bek. Oh, sorry. Hoe de fuck? Sta ik hier nu met jullie allebei weer? Leuk zo. Alles is gewoon de tweede keer dat we elkaar zien. Hè? Echt, hè? Op beeld geef jij op een gegeven moment haar een kusje. Ja, echt, hè? En denkt iedereen echt van, jullie zijn besties. Realiteit is, jullie kennen elkaar niet. Klopt. Jullie zijn echt allebei veranderd, ja. Hè? Ik ben nog steeds dik bij hey. Ik vind Nee, je bent... Bro, je bent afgevallen. Ja. Wat voor sport heb jij gedaan? Eten. Hier. Heel raar. Een banaan. Oh, wat fijn. Ik heb echt honger. Die banaan. Ik wou eigenlijk nog heel veel iets doen voordat je hem opeet. Wat vind je het allermooiste aan jezelf? Deze nagels mooi. En wat vind je het lelijkste aan jezelf? Mijn buik. Ik ben toch te dik. Ik lijk wel zwanger. Hier, nu mag je hem opeten. Thanks. Ja, nu heb ik een nieuwe banaan nodig. Kom, we gaan een banaan kopen. Misschien kunnen we vragen aan mensen of dat ze hier hem al kennen, omdat ze beroemd is. Zouden jullie weten waar zij bekend van is? Nee. En als ik tegen jullie zeg, hou je bek, waarom praat je tegen mij? Ja, dan wel. Ik ken jou toch ook niet? Je denkt zeker dat ik Beyoncé ben. Ja, maar dat ben ik ook. Ja, dat ken ik wel, ja. Sorry, maar ik ben Beyoncé. Laten we dat even allemaal duidelijk hebben. En als je met een van de twee op date zou moeten gaan, voor wie zou je dan gaan? Oh my. Met niemand. Ja, klaar. Ik denk dat we een indringer hebben. Oké, ik ben het niet. Ik ben het echt niet. Nee, tuurlijk wel. Wat gebeurt er met je? Oh, je bent het wel. Ik zie het aan je oren. Nee, maar het is gewoon oren. Iedereen heeft altijd hele andere soort oren. Oh, ik zie het niet wel als een kleine oren. Hallo, ik probeer niet eens shit te gooien op haar oren. Ik zeg gewoon, ik herken jij je oren. Ik kom hier voor een leuke tijd en gelijk worden mijn oren geroost. Een grapje. Luister dan, ik heb misschien kleine oren, maar ik hoor alles, hè. Nee, dat is een grapje, ik ben kapot doof. Ik heb ook echt een kleine neus. Ik had vroeger ook zo'n brommer. Ik had er echt een vroeger. 10 jaar geleden. Die van mij deed wel. Lach je als een vogel. Nou, Charmaine is er vandoor. En ik denk dat het een mooi moment is om te vertellen wat we morgen gaan doen. Wij gaan morgen... flyboarden. Ja. Ja. Vind je het leuk? Ja. Nice. We waren een rondje aan het lopen. En er zijn die mensen die willen... Noordoost. Ja, en dat op dat kan echt niet. Zij komt terug net van Persie. Je vindt die geen druppels, want ik ben geen MM met gaat. En nee, broertje, ik lek niet. Ja, ootje al vee en dat is zo dom, maar thuis in je koek als je hebt niets. Scherm in de berm op de term op de scherm. Mijn mannen zie je op die LCD scherm. De boy van Kana Kroos. Beter maak je mij niet boos, want ik schiet nooit mis, maar altijd in de roos. Ik zag je lopen in de stad, je vriendinnen hand in hand. Dat jij nu blijft smoesen, ik kan het zien van een afstand. Daar staan we dan. Jij wilde naar de film, dit is wat jij... doet, mijn portemonnee leeg je over. En daar mogen we niet filmen, dus de groeten. En, hoe vond je de film? Ja, was wel leuk. Mag je niet van lachen? Eerlijk naar de kijker toe. We vonden dat we nog iets moesten doen, maar we willen eigenlijk allemaal slapen, dus we gaan slapen. We zijn echt totaal niet naar de film geweest. Maar dit kan niet anders, je moet zoveel mogelijk in de tijd.
Kom jij me leren inparkeren, mevrouw? Ja. Jij kijkt één keer hier naartoe en jij zegt dat je beter kan inparkeren. Je fucking hel. Hou je er buiten. Zo, daar staan we dan. Ja. Einde van de avond. Ik hoop dat je lekker slaapt. Ja. Morgen wakker wordt. En dat we lekker gaan vliegen. We hebben in een hotelletje geslapen, we konden niet bij Hiem thuis slapen en we gaan nu weer naar Hiem. Goedemorgen zonnestraaltje. Goedemorgen. We staan voor de deur. Hoi. Hi. Heb je lekker geslapen? Zeker, jij? Ja, jawel. Ik ben nog steeds moe van gisteren volgens mij. Ik weet niet waarom. We hebben niet zoveel gedaan. Ik ben ook echt nog misschien steeds moe. Misschien ben ik moe van jou gewoon. Ja, nee. Denk het ook. Ja, denk je? Ja. Nee joh, het is hartstikke gezellig. We gaan nu je bucketlist afwerken. Ja, we gaan flyboarden. Ja, ik heb echt zin in. Zo jongens. Die veters zijn los. Thanks hier. Hoe strak zijn de veters? Wat is er? Je kan nog steeds op je bek gaan. Die veters zijn los. I know, ik fix het zo. Oh, kijk hoe lekker dit rondjes. Nee man. Als ik onder de knie heb, gaat ook zo. Thomas, hoi. Wat heb ik gehoord? Ga je de lucht in? Ja. Staat op de bucketlist. Heb je hulp nodig met dat ding? Ik wil het niet aan. Kijk, wat is dit? Wie is dit? Waarom praat hij tegen mij? 3 en 2 en 1. Klaar voor? Nee. Nee. Lekker redden, mate. Hij gaat zo in de schil. Lekker hier. Ja, mij niet uitlachen, oké? Yo, dat doet echt top! Nou, voor het gaan eten wil ik nog even een dikke shout-out doen naar extremewatersport.nl voor het mogelijk maken van deze leuke bucketlist ervaring. Let's go! Hoeveel rondje heb je al gereden? 5, 6, ik word misselijk. Maar wil je zeg maar daarin of wil je daarin? Ik ga hem nog verder! Welke gaan we? Niet. Welke, zeg het even. Oké, okay, wat is het plan hier? Ja. En nu? Als ik val, hè? Ik heb nog iets leuks in deze hele video gedaan. Kijk, daar heb je volgens mij zo'n bal. Komen in vrede. Zo, ik zit in de McDonald's. Nee, niks halen gewoon. Oh, dat is een grap. Ja, we staan in de rij, maar hoeven eigenlijk niks. Hebben jullie pindakaas milk zo? Is er iets op je neus? Nee, dat ken ik al. Ik ga een afscheid nemen. Mensen, laat hieronder even weten met wie van schooltour ik de volgende keer 24 uur moet doorbrengen. Abonneer als je dat nog niet bent. En volg me op TikTok. Volg haar op TikTok en ik check je later.